Vrienden van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, wij zijn ongelooflijk gelukkig, dankbaar en ontroerd dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn om dit moment te vieren dat de bibliotheek weer hermetisch opengaat. Van harte welkom namens de vader en de moeder van de bibliotheek, Joost en Rachel Ritman, de familie Ritman, bestuur en directie van Bibliotheca Philosophica Hermetica. We zijn hier vandaag bij elkaar na een hele moeilijke periode voor de bibliotheek met de tentoonstelling Oneindig Vuur. En voor ons laat dat zien dat dat vuur dat in deze bibliotheek van het licht zo rijk aanwezig is, zichtbaar wordt, tastbaar wordt en toegankelijk wordt voor iedereen, dankzij de mensen die dat vuur in zich hebben en het delen en het dragen. En we zijn echt heel gelukkig dat de bibliotheek ook straks weer rijk bevolkt wordt met alle mensen, de studenten, de vrienden en alle gebruikers die we hier in de Bloemstraat weer mogen ontvangen als familie. We gaan straks nadat professor Wouter Hanegraaf, die hier naast me staat en waar we ongelooflijk trots op zijn dat hij bereid is gevonden hier vandaag de keynote speech te houden. Hij heeft de afgelopen jaar heeft hij hier voor de deur staan te trappelen. Met veel anderen. En we zijn heel blij dat Wouter voor ons een mooie toespraak gaat houden. De bibliotheek is een geheugen. Dankzij het bestaan van bibliotheken kunnen we ons als cultuur en als samenleving herinneren wie en wat wij ooit zijn geweest. Maar bibliotheken doen veel meer dan alleen terugkijken op wat er ooit was, maar wat er niet meer is. Alleen door de herinnering aan ons verleden levend te houden, weten we namelijk wie we zelf zijn. Dit betekent dat de vakgebieden waarop de Bibliotheca Philosophica Hermetica zich concentreert, bepaald geen marginale status hebben zoals hier en daar nog wel eens wordt gedacht. Integendeel, ze bevinden zich exact in het centrum, in de avant-garde van een aantal van de meest opwindende en vernieuwende ontwikkelingen die momenteel in het internationale onderzoek van de geesteswetenschappen plaatsvinden. Wat deeltjes van sneller zijn voor natuurkundigen, dat zijn bibliotheken voor geesteswetenschappers. Revoluties in de natuurwetenschap die de wereld veranderen, hebben een oorsprong in het moeilijke, geduldige, vaak uitermate technische werk van onderzoekers in witte jassen, die zich bezighouden met exacte metingen, observaties en berekeningen die alleen door andere specialisten vallen te begrijpen. In de geesteswetenschappen is het niet anders. Nieuwe inzichten die de wereld verbazen, hebben vrijwel altijd een oorsprong in het werk van getrainde specialisten die zich bezighouden met zorgvuldig en soms uitermate gedetailleerd onderzoek van geschreven en gedrukte bronnen. Bronnen, de geesteswetenschappelijke equivalent van onderzoek naar fundamentele deeltjes. Vandaar het terechte motto van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, Ad Fontes. Internationaal wordt Nederland sinds vele jaren benijd om de aanwezigheid in Amsterdam van verreweg de meest complete collectie op het terrein van de geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante scholen. Gecombineerd in dezelfde stad met een eveneens unieke leerstroom, met een onderwijsprogramma en een onderzoeksgroep op dat gebied. En hier ziet u ze broederlijk naast elkaar staan. Zo'n combinatie is nergens elders ter wereld te vinden, zelfs niet bij benadering, alleen hier in Amsterdam. Talloze vakspecialisten hebben dan ook in de loop van de jaren de weg naar de studiezaal van de Bibliotheca Philosophica Hermetica weten te vinden. En ieder jaar ontvang ik brieven van buitenlandse studenten, waarin de aanwezigheid van de bibliotheek naast ons onderwijsprogramma aan de UvA wordt genoemd als hoofdreden om hier in Amsterdam te komen studeren. Zoals ik hoop te hebben duidelijk gemaakt, is de Bibliotheca Philosophica Hermetica weliswaar een uniek, maar allerminst een geïsoleerd fenomeen. Hij speelt namelijk een bijzondere rol binnen een veel bredere ontwikkeling van innovatie in internationaal academisch onderzoek, zoals het ook elders op vele plaatsen ter wereld wordt uitgevoerd. Ook in vele andere bibliotheken ter wereld zijn uiteraard talloze hermetische bronnen te vinden, gelukkig maar. Maar in vergelijking met andere collecties is het bijzondere van deze collectie gelegen in het samenhangende concept. Het samenhangende concept van waaruit hij is opgebouwd
En datzelfde concept ligt ook ten grondslag aan de leerstoel van de UvA. Vandaar dat een hechte samenwerking tussen beide Amsterdamse instellingen ook zo voor de hand ligt. 1 en 1 is immers 3. De sleutel voor de toekomst is gelegen in de verdere ontwikkeling en uitbouw van Hermetisch Amsterdam, als ik het voor het gemak even zo mag noemen, tot een centraal knooppunt binnen een open en dynamisch internationaal netwerk van betrokkenen. Met maximaal gebruik van de technische middelen die we daarvoor tegenwoordig tot onze beschikking hebben. De tijd van in zichzelf gekeerde instellingen, die alles in eigen hand hielden, is voorbij. En ook een bibliotheek is niet langer slechts een gebouw waar men 's ochtends door de voordeur naar binnen gaat om vervolgens een tijd lang niet meer naar buiten te komen. De bibliotheek moet een ontmoetingsplaats en een dynamisch centrum zijn, van waaruit lijnen van samenwerking en uitwisseling naar vele plaatsen elders ter wereld worden gelegd. Vandaar ook dat het nieuwe motto van de bibliotheek, hermetisch open, buitengewoon gelukkig is gekozen. Er is vanmiddag gesproken over het collectieve onbewustzijn, de grote denkers en gidsen van de mensheid, die weten dat er in iedere mens dat vonk, die vonk, dat principe van het zaad in iedere mens aanwezig is. En de geest van vrijheid, de geest van inzicht in iedere mens kan ontsteken. U bent vanmiddag allemaal fakkeldragers die dat inzicht kunnen ontsteken aan het grote vuur wat in de afgelopen duizenden jaren in West-Europa, maar ook over de gehele wereld, zijn bijzondere werking heeft gehad. Ik geloof ook dat wij sinds de tweede helft van de vorige eeuw een nieuwe renaissance zijn binnengegaan. Ook het woord gnosis, wat aan de leerstoel voor de geschiedenis van de hermetische en aanverwante stromingen zo'n belangrijke rol speelt. Ook de gnosis heeft zijn wedergeboorte mogen beleven met de ontdekking van Nag Hammadi, die ook het christendom weer terugbrengt tot zijn vroegste wortels. We hebben vanmiddag voor u een hele bijzondere verklaring gegeven voor datgene wat de grote mysticus Jacob Boehme zag als een proces binnen de mens. Het moet in de mens gebeuren, het moet in u gebeuren. En op het moment dat dat dan ook gebeurt, dan ontsluit zich een groot panorama van een grote samenhang. Ik heb het bijzondere voorrecht mogen beleven die grote samenhang niet alleen te zien, maar ook te voelen. Ze was onderdeel van mijn mens zijn. En daarom was het voor mij niet zo moeilijk om dat grote thematische verband in een bibliotheek bij elkaar te brengen. Maar je moet de verantwoording nemen voor hetgene wat aan je wordt toevertrouwd. Dus het is het dragen, het is het verdragen, maar op een gegeven moment ook het verder dragen. En we zijn nu op dit moment aan een punt gekomen dat wij met elkaar een bondgenootschap moeten vormen. En datgene wat een jaar geleden door een overmacht van wat ik de moderne inquisitie noem, datgene dat moeten we proberen op te vangen, te verwerken en ook op zijn juiste wijze te verklaren. Ik zie deze tegenstand niet alleen maar negatief. Hij maakt ook iets zichtbaar, werkzaam in de samenleving, dat datgene wat hier in het hart van deze stad is samengebracht, niet vernietigd mag worden. Dus wij sluiten vandaag met elkaar een bondgenootschap. En ik hoop dat het voorbeeld wat ik heb gegeven door niet opzij te gaan voor hetgene wat een vernietigende kracht kan worden genoemd, dat is dat geheime vuur wat door alle eeuwen heen de mensen over de gehele wereld met elkaar heeft verbonden. Ik heb het ook niet alleen gezien als een Amsterdams fenomeen. De wereld is op dit moment op weg naar een totaal nieuw proces. Wij trekken met elkaar nieuwe grenzen over en wij vormen dus ook de pioniersgroep naar een volledige vernieuwing van het menselijke bewustzijn.